Hallo, vandaag wandel ik door de stad. Ik ben in het centrum, het winkelcentrum. En hier heb je allerlei winkels. Hier is bijvoorbeeld de brillenwinkel. Ze verkopen hier brillen. Dit zijn zonnebrillen. Dit is een boekenwinkel. De winkels zijn nu nog dicht. Het is heel, heel stil en rustig in de stad. Dit is een bakkerij. In de bakkerij kun je brood kopen. Het is nog vroeg en de winkels zijn nog niet open. Dit is een klerenwinkel, mannenkleren, een broek en een colbert, een grijs colbert. Hier is een schoenenwinkel. Zie je? Schoenen. Hoge schoenen. Dit zijn meer laarsjes. En dit zijn lage schoenen met veters. Veterschoenen. Hier zie je kleurrijke schoenen. Deze winkel is een drogist. Ik weet niet of je dat kunt zien, wat je daar kunt kopen bij een drogist. Shampoo, zeep, make-up, beetje medicijnen, pleisters, zonnebrandcrème, parfum, luchtjes. Hier is een café, een brasserie, daar kun je eten, maar dat is nou ook dicht. Zie je, die hebben zomers een groot terras buiten. Hier is weer een klerenwinkel. Daar hangt een broek, een spijkerbroek, een jeans, een jasje. Een colbert en hier is een jas met een trui eronder, een roze trui. Deze pop heeft een muts op, een trui aan en een spijkerbroek. En dit is een jurk, de jurk. Ik sta hier voor een zeepwinkel. Ik ruik zelfs, alles is dicht, maar ik ruik hier de zeep. Dit is wel heel speciale zeep, want ze maken er figuurtjes in. Kijk, een zeep met een huisje. Ze hebben ook theekoppen en theepotjes, theekan. Dit is een theekan, een theekoppen. Dit is een winkel met allemaal leuke dingen om cadeau te geven. Een cadeauwinkel. Leuk. Ah, dit is de Tostibar. Weet je wat een tosti is? Dat is een boterham met ham en kaas, meestal. Je kunt er ook andere dingen tussen doen. En dan verwarmd tussen twee ijzeren platen. Dat is een tosti. Even kijken. Hier is een winkel waar je allerlei lekkere dingen krijgt. Jammer dat het zo donker is. Kaas
en vlees. En hier staat het. Brood, kaas, noten, ham, ijs, chocolade. Allemaal lekkere dingen krijg je hier. En dan zijn we alweer bij het einde van deze straat. Want hier is een café-restaurant. Zie je het terras? Het is nou een beetje te koud om op het terras te zitten. Hier hebben ze een vuilnisbak versierd, beschilderd. Dat ziet wat leuker uit in de winkelstraat. Kijk, hier staat ook nog een bank. Dan kun je uitrusten als je heel veel gewinkeld hebt. Als je veel gekocht hebt en met zware tassen hier loopt. Dan kun je even uitrusten. Dat is een groot winkelcentrum. Als het regent, kun je daar ook gaan winkelen. Hier kun je iets te eten kopen om mee te nemen. Weet je hoe dit heet? Dit gele, dat is een badjas. Een badjas. En weer een klerenwinkel. Deze pop draagt een blouse en een spijkerbroek. Deze pop draagt een trui, daaronder een blouse of een hemd. Je ziet ook de kraag. En ook een spijkerbroek. Deze pop heeft een masker op. Een masker. Hier is een vrouwenpop met een masker en een jurk. Hier is nog meer kunst op een vuilnisbak. En op een paal hebben ze geschilderd. Ik kan een andere keer wel eens een wandeling maken door de stad en dan de muurschilderingen laten zien. Want in deze stad zijn ook veel muurschilderingen. Die kan ik ook wel eens laten zien, hè? Nou, vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.